De gijzelingszaak in Bijlen is afgelopen. De strenge militaire bewaking kan worden opgeheven. In de Drentehal luisteren 's middags de journalisten naar een verklaring van de uit Den Haag overgekomen minister van Acht. Het is duidelijk dat wat zich hier in Bijster heeft voltrokken en wat zich nog in Amsterdam bezig is te voltrekken, diepe sporen heeft nagelaten in onze bevolking. Maar het heeft ook diepe sporen achtergelaten op de gegijzelden, voor wie het 290 angstige uren duurde eer de 6 overgebleven kapers zich aan de justitie overgaven. Terwijl deze zich ongewapend nu van de trein verwijderen, worden in grote haast ambulanceauto's naar de spoorwegovergang in de nabijheid gereden. De kapers worden begeleid door de bemiddelaars ingenieur Manusama en mevrouw Sumokil. Zij is de weduwe van de in Indonesië terechtgestelde eerste president van de Republiek der Zuid-Molukken, die in 1950 op Ambon werd uitgeroepen, maar die nooit erkend is. Als de kapers zijn afgevoerd, komen panzerwagens en Rode Kruisauto's aangereden. Na 12 dagen verlaten de gegijzelde passagiers de trein. Onder hen de journalist, wiens dagboek de volgende dag al gepubliceerd zal worden. Bijlen is afgelopen. Alles concentreert zich dan op Amsterdam.